De financiering van de gezondheidszorg is na vele jaren van efficiëntie ineengestort. Dit haalde de voorzitter van de Nationale Partij Suriname NPS, Gregory Rusland, vandaag aan tijdens een symposium met als titel Financiering van de gezondheidszorg. Het doel was de bevolking te informeren over de huidige stand van zaken ten aanzien van de financiering van de zorg. Volgens Rusland is de gezondheidszorg extra hard getroffen door de toenemende druk van de ontwaarding van de SRD, de COVID-19-pandemie en door sterke buitenlandse componenten. Dienstverleners in de gezondheidszorg kunnen hun organisatie niet draaiende houden. Verpleegkundigen, artsen en zelfs specialisten trekken weg. De tarieven en premies moeten omhoog. Maar hoeveel kunnen wij of willen wij nog meer betalen? Personeel is in actie en de impact op de gezondheidszorg is groot. Met als gevolg dat er al doden te betreuren zijn. Het SZF en verzekeraars dienen niet meer als kassa uitbetalers te fungeren, maar als een efficiënte inkoper van gezondheidsdiensten. Wie wil een contract met een ziekenhuis met bijvoorbeeld een bezettingspercentage van 40%? Dus de open-end financiering moet worden omgebogen naar budgettering met navenante aanpassing van betalingssystemen en contracten. De directeur van het uitvoeringsorgaan Basiszorg, Rachel Perry, laat weten dat de verzekeringspremies sinds 2015 achterhaald zijn. De normale verzekeraars hanteren nu een veel hoger bedrag. Als ik het goed heb, betaalt u al in de buurt voor iemand tussen 21 en 59 jaar betaalt u waarschijnlijk al tussen de 800 en 1000 SRD per maand. Als u gewoon bij de verzekeraar gaat verzekeren. Dus heel erg achterhaald. En dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op waarop mensen recht hebben. De verzekeraars hebben dus, zoals ik zei, zijn ze verplicht om iedereen te accepteren. Ze moeten de informatie ook delen met het uitvoeringsorgaan. Ze moeten 3% afdragen van de premie in het zorgvoorzieningenfonds. Dus 3% van de premie van iedereen is opgenomen in de totale premie die u betaalt. En daarvan moet 3% naar het zorgvoorzieningenfonds. Dit symposium had ook tot doel suggesties te doen om verbetering van de financiering van de zorg te bewerkstelligen. De Groene Partij vond het nodig om vanuit haar maatschappelijke verantwoording naar de gemeenschap toe dit symposium te organiseren.